Hallo mensen en welkom bij deze Vampire Slayer Quest Guide. Um, ik heb vorige week een stemming gehouden of jullie dit zouden. En de stemming was 4 tegen 1. Um, sorry voor die ene gast die uh, nee had gezegd. Maar ik hoop dat je kunt begrijpen dat 4 tegen 1 nogal een duidelijke stemming was. Uh, en dat ik dus voor de vier mensen moet kiezen in plaats van de één. Dus sorry, ik hoop dat je het zult begrijpen en dat je in de toekomst mij niet zult beginnen haten of zo voor dit ene ding. Maar nu zijn we hier dus met een Vampire Slayer Quest Guide. Dat is dus deze quest. Um, waar hij begint is in Drainer Village. Hier dus. Als ik het kan vinden op de map. Hier dus startje kan er makkelijk komen als je het home teleport doet naar Lumbridge en gewoon dus door zo te lopen of vanuit Faroak loop je gewoon um, langs Barbarian Village loop je dan gewoon zo hier rond en dan kom je hier ook terecht. Um, eerst en vooral waarom zou je deze quest willen doen? Wel deze quest um, zou je kunnen doen omdat je er drie questpoints voor krijgt. Um, dat op zich niet zo interessant, maar je krijgt 4825 attack xp. Dat is dus heel veel voor mensen die beginnen. Um, als je level 1 bent in attack, raak je ermee naar level 20. Um, en dit is ook een hele korte quest. Dus het is een heel makkelijke manier om je attack uh, gemakkelijk op te krijgen. Um, de combat requirements zijn niet zo hoog. Um, ik raad aan, als je wel... Overal tina net op alle drie deze statussen. Denk ik dat je het heel gemakkelijk zult doen. En ook als je Iron hebt, zal je het heel gemakkelijk kunnen doen. Uh, verder raad ik een beetje voedsel aan. Een half inventory um, Salmons um, is al veel te veel. Dus ik denk inventory Shrimps, zoals ik heb, zal zeker volstaan. Uh, verder heb je ook twee GP nodig en een Hammer. En de rest die dat je nodig hebt. Um, Krijg je wel verder in de quest. Oké, okay, nu gaan we dus uh, kijken waarom we moeten beginnen voor de start van de quest. Wat je dus best doet is je gaat in dit huisje en je praat met Morgan. Please, please help us, bold adventure. What's the problem? Our little village has been dreadfully ravaged by an evil vampire. He lives in the basement of the manor to the north. We need someone to get rid of him once and for all. Okay, I'm up for an adventure. I think first you should seek help. I have a friend who is who's a retired vampire hunter. His name is Dr. Hel Harlow. Doctor like harlem shake He may be able to give you some tips. He can nor he can normally be found in the Blue Moon Inn in Varok. He's a bit of an old, old soak these days. Mention his friend Morgan. I'm, sh I'm sure he would not want me. K <laughs> his old friend Morgan. I'm sure he, he would not want me to be killed by a vampire. Okay, I'll look up for him then. that's what you basically do is you go to the Blue Moon in Varrock. That is this here. dan kan je gemakkelijk komen, dus door. Als ik de map goed kan krijgen. Dus nu momenteel ben je hier. Um, ik, um, er zijn veel manieren om er te komen. Um, als je weer naar de Agility hebt, kan je zo lopen. Over deze stepping stones hier en dan zo gaan. Maar ik denk niet dat veel mensen dit zullen kunnen doen. Dus um, verder is de snelste manier om zo te lopen. Langs Drainer Manor. Naar Barbarian Village. En dan zo. En dan hier ook kan je zo lopen naar Lumbridge dan hier een boot nemen als je genoeg bootkutting hebt of gewoon lopen, zo en dan kom je hier ook dus dat mag je kiezen en ik zal nu um, resumen als ik er ben oké, okay, wij arriveren nu bij de Blue Moon in, in Varrock daar moet je dan natuurlijk ingaan en onze runenergy is op, godverdomme um, en dan moet je dus Praten met een du dude die hier ergens staat. Dr. Hello, dat is hem. Met hem moet je dus eerst praten. Buy me a drink, please. Morgan has had enough. Ehm um, whatever. Je hebt het wel gezien. <laughs> Morgan, you say? His village is being terrorized by a vampire. He told me to ask you about how I can stop it. Buy me a beer, then I'll teach you how... Daar, wat? Dan zal ik je wat je moet weten Oké, daar slaat nergens op. But you, but is your, but this is your friend Morgan we're talking about. But een a drink anyway. Oké, okay, hij ja, wil dus een uh, bier. We hebben die twee GP voor nodig gehad. Dat dus ze moeten met de bartender praten. Wat kan hij, kan doen hiervoor? A glass of your finest ale, please. No problem. That's that'll be two. 2 GP or 2 coins. Then you you just weer with Dr. Hello praten. Als hier tenminste geraakt. Buying me a drink, please. Here you go. You give a beer to Dr. Hello. choose maybe So tell me how to kill vampires then. Yes, yes. Well vampires I was very good at killing once. Doctor Hallow appears to be too sober up slightly. Well you're gonna need to you're, you're gonna you're gonna What? Well you're gonna you're gonna to need a steak otherwise otherwise he'll just regenerate. Yes you must have a steak to finish it off. Ah oh, I just happen to have one with me. Doctor Hello hands you a steak. You'll need a hammer as well to drive it in properly. Your everyday general store hammer will do. One last thing: it's wise to carry garlic with you. Vampires are somewhat weakened if they can smell garlic. Morgan always likes liked garlic. You should try his house, but remember, a vampire is still a dangerous fool. Thank you very much. Okay, what you just now do is you keert terug naar Het huisje waar je de quest begonnen bent. En als de wereldmap wilt laden. Zal ik het laten zien. Oké, okay, je moet dus terug naar dat huisje gaan. En dan naar boven. Ik zal het ook weer even laten zien. Eigenlijk is dit gewoon alles om een keer te dus sfeer. Qua loopwijze. Dus, tot zo. Oké, okay, wij arriveren nu weer in uh, Drainer Village. Bij het huis waar we de quest begonnen zijn. En hier ga je dus de staircase omhoog. Kom je hier. Dan doe je de cupboard hier open. God, het is irritant als je geen energy hebt. Je doet ze dus open. Dan rechts klik je hierop en doe je search. Dan zal je garlic krijgen. En dan heb je eigenlijk alles wat je nodig hebt voor het gevecht met het monster van deze quest. En daar gaan wij dus ook naartoe. Straks. Nadat ik jullie getoond heb waar het is, natuurlijk, dus waar je nu moet zijn, is Drainer Manor. Dat is dus hier. Dus je loopt gewoon zo. En dan kom je en wij meten hier weer. Tot zo. Oké, okay, hier zijn we dus bij Drainer Manor. Dus je loopt het kasteel in, of course. Loopt erin. Dank u krijg je een kleine hit van die boom doet de geweldig irritante deuren open die je niet meer kan opendoen vanaf hier dan loop je zo om de trappen heen preren heb je absoluut niet nodig maar je kan het natuurlijk gebruiken als je wilt en dan ga je hier dus die trappen naar beneden. Oké, okay, hier zijn we dus in de boss room. Zoals ik het ga noemen. Dan doe je de koffer open. Hij zal automatisch openschrijven. En Count Drainer zal eruit verschijnen. En dan val je hem dus gewoon aan. Als je, deze, als je dit niet had gehad dan uh, zou hij gewoon blijven healen en zou je hem onmogelijk kunnen vermoorden je uh, krijgt je by the way heel weinig xp voor voor uh, dit gevecht en nadat hij als je dit hebt zal nadat hij gestorven is zal uh, hij automatisch gestoken worden door dit en zal hij hem dus zo, zo wel kunnen vermoorden anders dan als je het niet had gehad dan had hij gewoon eh uh, ja Um, dus eigenlijk wacht je gewoon. En je eet wat als je moet, natuurlijk. Dus je ziet, je moet iets wat van combat-status hebben, maar wel absoluut niet zoveel. Als je boven de 10 zit, overal, dan zal het wel volstaan. En als hij verdwijnt. Um, Voordat je hem vermoord hebt, um, well, dan is het teken dat je, te, dat je hem te traag vermoord hebt, en dan heb je dus um, betere status nodig of betere wapens. Je ziet dat het bij mij eigenlijk al vrij moeilijk gaat, helaas. Waarom weet ik niet? Straks doen we nog iets verkeerd, dat zou een echt een enorme faal zijn voor deze guide. Hij hield nog altijd een beetje, maar ik denk niet dat het genoeg is om hem, le om hem leven te houden. Oké, okay, en we resumen de recording als hij bijna dood is. Oké, okay, het ziet er naar uit dat wij bijna klaar zijn. Hopelijk kunnen wij dit finishen nu. En ja, voilà, congratulations. You have completed the Vampire Slayer quest. 3 quest points en 4825 attack. Ik ben dus van 32 attack naar 33 gegaan. Dus dat is nice. Um, even een uh, message. Um, ja, zoals jullie zien heb ik een file in mijn uh, inventory wat ik dus niet had toen ik de recording stopte. Um, het bleek dus dat ik Count Draenor een beetje onderschat heb. Um, wat dat dus verandert. Um, ik heb dus een uh, Strength Potion moeten gebruiken om dit te kunnen uh, doen. Want uh, hij verdween bij mij dus. Ik was niet goed genoeg zonder Strength Potion. En wat ik dus aanraad is om steel een stiel wapen te dragen, want ik heb um, iron aan nu. Dus zeker steel aan hebben, want anders zal hij niet, niet snel nog killen. En als je iron draagt, gebruik dan zeker potions. Um, ik heb dit potion toevallig gevonden, maar ik denk niet dat veel mensen um, die gaan hebben um, momenteel. Zeker niet mensen die deze quest doen. Um, dus ik denk dat je best um, met stiel wapens gaat, want iron was uh, duidelijk niet goed genoeg. Um, ja, ik heb dus gedaan met een gewone strength potion, geen uh, andere, dus uh, strength gewoon. Um, ik dank jullie hartelijk voor het kijken, um, ik hoop dat jullie meer zullen kijken van mij, en wel, tot volgende keer, tot volgende week.